voelt super goed hier om hier te zijn. Bedankt. Ja. Waarom heb jij voor deze stap gekozen? Zeg maar, sportief gezien was dit voor mij de beste keuze, zeg maar, om in een voetballend team te komen. En ik denk dat Utrecht de juiste plaats is. Ja. We weten dat je overkomt van VV Venlo. Kun je ons iets meer vertellen over je tijd daar en ook in het verleden? Ja, ik heb daar vrij weinig minuten gemaakt, zeg maar. Dus ik vond gewoon dat ik een andere stap moest maken, een andere omgeving. Ja. Dan kom je uit bij FC Utrecht. Waarom is het gevoel bij de club zo sterk? Ze zijn ook aan me blijven trekken gewoon. En ze pushten ook gewoon verder van hé. En daardoor heb ik ook de keuze gemaakt om naar Utrecht te komen. Ja. Jij hebt een verleden bij VV Venlo en ook een verleden bij OS. Dus dan weet je een beetje hoe jong FC Utrecht in elkaar zit. Wat voor indruk hebben ze op jou gemaakt tot nu toe? Ze zijn een team die graag willen voetballen en het ook durven. En dat zag ik ook terug in het spel, die wedstrijden. Dus daardoor. Ja. En waarom pas jij daarin? Ik denk met mijn kwaliteit ook dat ik ook iets extra kan leveren voor het team. Dus, ja. Ja. Wat kun je ons iets meer vertellen over jouw positie? We weten dat je een back bent, maar wat voor een back? Ik ben een linksback natuurlijk, ja. Zoals je zegt. Technisch sterk, snel. Ik hou ervan om gewoon mee te doen aan het spel, gewoon inschuiven. Dus een opkomende back, zeg maar. Ja. Heb je ook een voorbeeld? Marcelo. Ik kijk heel veel uit naar Marcelo, ja. Ja. Wat moet er nog gebeuren om de nieuwe Marcelo te worden? Ik denk absolute top nog bereiken. Gewoon hard blijven werken elke dag. En mezelf gewoon blijven bewijzen. En hopelijk dat ik gewoon snel hier kan zijn aan de overkant. Ja. Wat heb jij grote doelen binnen FC Utrecht? Belangrijk zijn. Gewoon voor het team met assisten. En kijken om een doelpunt meepakken waar het kan. Heel veel succes. Dankjewel.